Bij Roda dus Oper en Van Tornhout niet bij. Zij zijn geblesseerd. Lamma, Matondo en Hadouir in de basis. En Roda SC speelt met een rouwband vanwege het overlijden van oud-manager Hans Curver. Bij Utrecht, behalve Grandel, ook een basisplaats voor Ricky Kruis. Hij speelt voor Kaluwe, die op de bank begint. Want hij heeft een knieblessure waar hij net van hersteld is. Verder hoort u alles van Vincent Schildkamp. Bij een zege vandaag in Kerkrade evenaart FC Utrecht een stokoud clubrecord. In 1971 namelijk won Utrecht 4 uitduels op rij. In aanvallend opzicht leunt de formatie van Willem van Hanegem dit jaar op de weer opgeleverde Robin Edelsen. Die in de eerste 7 wedstrijden maar liefst 6 keer scoorde. Doeltrap van Grandel. Dikkel terug naar zijn doelman. Die moet oppassen. Daar komt de Julio Matondo. En wat doet die Grandel daar nou weer? Treuzelt veel te lang. Brengt eerst Dikkel in de problemen. En nu zichzelf met de Julio Matondo in de buurt. Loopt goed af voor Utrecht. Merkwaardige fratsen bij de doelman uit Guadeloupe. Met zal zijn zelfvertrouwen toch geen goed doen. Opgejaagd door Julio Matondo heeft hij hier geluk. Die bal kan ook zomaar binnen karamboleren. Dikko. Over de as van het veld komt niemand tegen. Dus maar eens uithalen. Francis Dikko. Castro boos op zijn defensie dat deze centrale verdediger van Utrecht zomaar kan uithalen. Goede interceptie van Mewes. Die doorzag dat balletje. Meegeven aan Hadouir. Van de positie gewisseld. Nu aan de linkerkant. Bij de tweede paal Lama. Julio Matondo. De eerste mogelijkheid is er voor Roda. Het was niet makkelijk voor de spits. Julio Matondo. Nelissen. Ligt wat ruimte nu voor Utrecht. George weggestuurd door Nelissen. Veel in balbezit in de eerste kwartier. De rechtsbuiten van Utrecht. George. Kruis. Nelissen. Kan gevaarlijk zijn in het strafschopgebied. Snel geschoten door Nelissen. Nee, een spektakel is het vooralsnog niet. Tussen Roda en Utrecht. Beide ploegen wel wat respect voor elkaar. Roda toch ook wat bevreesd voor Utrecht. Dat goed presteert in uitwedstrijden. San Martian. Voor het eerste duel met de Saïs. Daar gaat hij heel makkelijk langs. Lucian San Martian. Dan is het opletten voor Roda JC. Bal keurig teruggelegd. En de kans is daar dan voor Utrecht. Voor Somers en voor George. Maar daar schuilt het gevaar voor Roda. Dat de wedstrijd wel controleert. Veel balbezit heeft. Maar dan flitst Utrecht ineens weg via de linkerkant. Via San Martian. Bal keurig teruggelegd. George mist de bal half. En datzelfde geldt voor Somers. Nou, die mist hem eigenlijk helemaal. Opnieuw George. Dan moet hij haast maken. Daar komt Castro. Verdedigd door K. Corner voor Utrecht. Corner van Kruis. Keller met de kopbal en de redding van Castro. Opnieuw ingebracht door Kruis. En dan door iedereen gemist. En kan Siebum uitverdedigen. Prima kopbal van Keller. Toch van een meter of 13. Dan is het niet Castro, maar Hadouir die de bal van de doellijn haalt. Julio Matondo. Dikko met de interceptie. Al opgepikt door Hadouir. Binnendoor bij Pieters, de overtreding van Pieters. En de vrije trap is voor Roda. Nou, Pieters moet niet te veel met zijn overtredingen maken. Dan krijgt hij geel. Ik denk dat dit de laatste waarschuwing is. Hey, de defensie is mee. Allemaal goede koppers. K, De Vouw en Saïs. Indraaiende vrije schop van Bodor. Grandel mist en Roda leidt. Niemand die eraan zit. Dus is de gevierde man Boldizar Bodor. Het is druk voor zijn neus, Grandel. Maar ja, als niemand die bal toucheert, dan zou die doelman inzet van Bodor toch moeten hebben. Maar ja, Grandel zit er gewoon naast. Roda leidt. Ja, een 100% blunder of keepersfout kun je niet noemen. Daarvoor is die inzet van Bodor toch echt wel lastig. Maar een goede doelman, die pakt zo'n bal. Ideale situatie nu voor Roda, dat Utrecht het spel kan laten maken. En via de omschakeling gevaarlijk kan worden. Saïs. Bal springt van de voet. En nu ruimte voor San Martian. Nelissen. Somers. Goede aanval van Utrecht bij de tweede paal. George. Die moet die bal terugleggen. Maar hij raakt hem helemaal verkeerd. Nelissen en Kruis stonden toch behoorlijk vrij. Ja, als San Martian zich bemoeit met de aanval van Utrecht. Wordt het in 9 van de 10 gevallen gevaarlijk. Nelissen. Slordig gedaan door Nelissen. Er waren veel mensen mee. En nu Roda weer met Julio Matondo. Weggestuurd door Hadouir. Julio Matondo. En geen 2-0.
uitstekende mogelijkheid in de slotfase van de eerste helft voor de spits van Roda om de marge tot 2 te brengen. Dikkel. Zomers. Nou, Samartian houdt in. Dat is niets voor de Roemeen. Dat soort duels. Sibum op het juiste moment vertrokken. Geen buitenspel. Komt de Roda nu dan alsnog tot een tweede goal. Lama met een mogelijkheid en een reflex van Grandel. Prima voetbal ineens van de thuisploeg in de laatste 5 minuten van de eerste helft. Het heeft het spel na die goal van Bodor gelaten aan Utrecht. Het wachtte geduldig af. En nu is er ineens de versnelling tot 2 keer toe. Lama met de kans. De redding van Grandel is in dit geval uitstekend. George. Van Dijk. Goeie bal van Van Dijk op het juiste moment naar Leroy George. Die wacht weer lang met zijn voorzet bij de tweede paal. Samartian. Saïs kan wegkoppen. Pieters. En dan zomaar de kans en de gelijkmaker via Zomers. Omdat Pieters die bal helemaal verkeerd raakt. Dan heeft Utrecht veel geluk dat hij zo voor de voeten valt van Hans Zomers. En met een reflex tikte Zomers die bal dan achter Castro. Ja, hij raakte echt helemaal verkeerd. Van buitenspel was absoluut geen sprake. Zomers met zijn tweede van het seizoen zorgt voor de 1-1. Nou, de wedstrijd is eigenlijk wel in balans. Dus onverdiend kun je de gelijkmaker zeker niet noemen van Hans Zomers. Al had Roda natuurlijk kort voor de rust. Twee goede kansen om de score uit te bouwen. Nedersen. Met de foul. Ja, die speelt de bal niet. Vrij trap Utrecht. Met die even fors aangepakt door de bel. Kijk maar, hup, twee benen. Keller en Dikko, centrum duo mee naar voren bij deze spelervatting van Kruis. En Castro zit ernaast, maar wordt aangevallen door Keller. Dus gaat deze goal van Utrecht niet door. En Van Loen is woest langs de kant. Die beklaagt zich bij de vierde man. Ja, ik denk dat hij gelijk heeft, want Castro springt toch vooral tegen Sonkaya aan. Keller gaat recht omhoog de lucht in en doet toch niet veel verkeerd. Sibum. Voorzet van Sibum is goed. Keller nu aan de andere kant, die de bal wegkopt. Ten koste van een hoekschop. Bodor met de corner. Saïs helemaal vrij en van de lijn gehaald door Dikko. Opnieuw Bodor. Terugleggen naar Sibum en dan zit Kruis ertussen. Wat een kans voor Jan-Paul Saïs. Van wie ze bij Utrecht toch zouden moeten weten dat het een prima kopper is. Maar de aanval van Roda is nog niet voorbij. Sibum, daar komt Saïs opnieuw. En nu is er een overtreding gezien door Wegenreef. Er komt vuur en gif in de wedstrijd. Tweede helft die een stuk fanatieker en feller is dan de eerste drie kwartier. Voorzet van Rick Kruis. Daar komt Castro en die heeft een klem vast. En nu kan Roda counteren met Cisse. Er is weinig steun. Alleen Yulu Matondo en nu komt ook Sibum aan de rechterkant. Gezien door Cisse. Yulu Matondo op het juiste moment gegeven. De kans voor de spits die heeft dan nog een punt tegen de bal. En Hadouier krijgt hem er ook niet in. Rommelige kans voor Roda JC. Die kans eigenlijk voor een groot deel verloren gaat. Omdat Yulu Matondo die bal niet goed aanneemt. Sibum. Oh, die bal is net hard genoeg. Saïs. Goeie lichaamsbeweging van Saïs. Dan is de paas een stuk minder. Grandel past nou op met Yulu Matondo in de buurt. Wat hij in de eerste minuut helemaal verkeerd doet. Doet hij in de laatste minuut opnieuw. Merkwaardige doelman Frank Grandel. Bijna komt Roda nog aan een 2-1 overwinning. Door weer een merkwaardige actie van de doelman. Want die bal kan ook zomaar binnenvallen. En dan is dit het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Wegenreef. Zeker geen sprankelende wedstrijd tussen Roda en Utrecht. Maar een wedstrijd die een terechte eindstand kent met 1-1. Ja, als je het spelverloop bekijkt, denk ik dat gewoon een terechte uitslag is. Twee ploegen die strijd leveren en die vol voor de 3 punten gaan, denk ik. En ja, uiteindelijk met geen winnaar, maar ik vind het niet onterecht. Ja, onterecht en de doelpunt afgekeurd, Sander Keller. Want als jij als spits, of nou ja, als verdediger zijn en je bent in de lucht, ja, waar moet jij dan heen? Dus ja, ik weet niet wat voor regel dat is. Maar als jij eerder lucht in gaat dan de keeper. En de keeper die mag zijn eigen beschermen. Dus ik vind dat gewoon een 100% doelpunt. Dus daar moeten eigenlijk met 2-1 voor staan. Jullie begonnen in een op papier staan wat verdedigendere opstelling dan de afgelopen weken. Ja, maar papier beweegt niet. Dus het heeft niet zoveel te zeggen. De opstelling die bepaalt niet hoe je speelt. Dat is de uitvoering die dat bepaalt. En ik denk dat we gewoon goed aanvallend hebben gespeeld. We hadden ook in de eerste helft eigenlijk, we moeten de kansen benutten. En dan 2 met 3-0 naar rust gaan. En dat is niet gebeurd. Dan die komen terug op 1-1.
Daarna kregen we nog goede kansen. En ja, we hebben gelukkig vandaag niet gehad om die af te maken. Dus ik denk dat we hebben twee punten aan.